Een boom kan niet leven en groeien zonder de hulp van al zijn onderdelen. Zo gaat het ook met België. Een democratische staat kan niet leven zonder alle burgers die er deel van uitmaken. Elke generatie hernieuwt haar krachten, zoals iedere lente de bladeren weer doet groenen. Doch een boom kan maar volledig uitgroeien in een zuivere atmosfeer. Een democratische staat kan maar blijven bestaan indien elkeen die er deel van uitmaakt vrij mag handelen. Onze grondwet waarborgt aan alle Belgen essentiële vrijheden. Deze essentiële vrijheden zijn de persoonlijke vrijheid, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van pers, de vrijheid van vereniging, van vergadering, er is om dit gedenkwaardig werk te verheerlijken dat onder de regering van Leopold I de congreszuil werd opgericht. Want het was een nationaal congres dat op 7 februari 1831 de tekst van deze grondwet heeft goedgekeurd. Deze tekst die eensgezind werd aangenomen in de gemeenschap. En allereerst de persoonlijke vrijheid. In landen met autoritair bewind houdt eender wie aan zonder uitleg. Een kwaadige aanklacht, een gewone verdenking, kunnen u naar de gevangenis leiden. Niemand mag vervolgd worden buiten de gevallen voorzien bij de wet. Niemand mag worden aangehouden zonder het bevel van de rechter, dat dient bekendgemaakt op het ogenblik van de aanhouding of ten laatste binnen de 24 uren. Een straf mag alleen worden ingevoerd of toegepast uit kracht van de wet. Ieder kan een verdediger krijgen en hem vrij kiezen. De advocaat mag de betichte komen opzoeken en zich met hem onderhouden. Hoven van beroep en het Hof van Verbreking geven aan de veroordeelde de gelegenheid voor nieuwe rechters te verschijnen indien hij meent onrechtvaardig getroffen te zijn door een eerste vonnis. En om dit te doen vernietigen, indien het niet geveld werd volgens de gevestigde procedure. De vrijheid van godsdienst en de vrije open uitoefening van eredienst zijn gewaarborgd. Iedereen mag de godsdienst aanhangen die hij zelf kiest en hem in het openbaar beleiden. Aldus vindt men in België kerken en tempels waar men zeer verschillende god oefent. Maar niemand mag verplicht worden op gelijk welke manier aan de godsdienstplechtigheden deel te nemen. Elkeen is vrij geen godsdienst te hebben, geen enkel geloof te hebben of vrijzinnig te zijn. Vrijheid van onderwijs kan men zich geen vrijheid van geweten of van opinie voorstellen. In België mag gelijk wie een school openen en lesgeven en elk mag naar school gaan waar hij verkiest. Er bestaan instellingen van verschillende graad. In de lagere graad leert men lezen, schrijven, rekenen en in gemeenschap leven. Voor het aanleren van de meeste ambachten bestaan ook technische scholen, waarvan de gediplomeerden de arbeiderselite van morgen zullen vormen. Er zijn ook nog academieën waar men de toekomstige kunstenaars vormt. De kunst die schoonheid schept, verschaft het hoogste genot. Zij is een behoefte voor ieder beschaafd mens. En eindelijk nog zijn er scholen waar het vertolken van de kunst wordt aangeleerd. De toon- en de toneelkunst. In België heeft de wet het onderwijs verplichtend gemaakt. De kinderen moeten naar school gaan tot op een bepaalde leeftijd. Om alle ouders in staat te stellen deze leerplicht na te komen, hebben de staatsoverheden een officieel onderwijs ingericht. Het omvat alle graden, de universiteiten inbegrepen. Dit officieel onderwijs is natuurlijk neutraal, aangezien de staat neutraal is. Er bestaan twee staatsuniversiteiten, die van Luik, die het Frans als voertaal heeft, die van Gent het Nederlands.
Doch aangezien het onderwijs vrij is, hebben particulieren of groeperingen scholen kunnen stichten waaraan de naam vrij wordt gegeven, omdat ze niet bestuurd worden door de staat. Sommigen erkennen een godsdienst, anderen niet. Sommige van deze vrije scholen staan onder het toezicht van de staat. Er bestaan twee vrije universiteiten. Die van Leuven, katholiek, en die van Brussel, waarvan het onderwijs is gegrondvest op het beginsel van het vrij onderzoek. De vrijheid van de pers is een van de meest belangrijke politieke aanwinsten der moderne tijden. In België mag elkeen schrijven wat hij denkt en zijn gedachten verspreiden. Geen enkele toelating wordt vereist om een dagblad uit te geven. Censuur is volstrekt uitgesloten. De dagbladen worden vrij op straat gevend. Zij worden vrij aangeplakt en onbelemmerd doorgegeven. Onlangs verschenen nieuwe vormen van de pers, de kinema en de radio. Aldus wordt het recht van voorlichting erkend. Alvorens een persoonlijke gedachte te vormen, heeft elkeen het recht zich over de feiten in te lichten. De Belgen hebben het recht zich te verenigen en te vergaderen, mits dit op vreedzame wijze en zonder wapens gebeurt. Dit recht is zeer belangrijk voor de rationele werking van de staatsmachten. De vrijheid van vereniging stelt het land in staat zijn gevolmachtigden te controleren. Ze laat aan het volk toe zijn verlangens te uiten. Maar ook dankzij dit artikel van onze grondwet mag elkeen sportmanifestaties inrichten en bijwonen. En dankzij dit artikel nog zijn alle Belgen vrij te vergaderen voor hun vermaak. Niet alleen mogen we vergaderen, we kunnen ons ook verenigen. Zonder de minste voorafgaande toelating mogen we groeperingen of maatschappijen vormen. Er bestaan groeperingen en jeugdbewegingen, waarvan sommige met wijsgerige of politieke strekkingen. Haar hoofddoel is de vorming van het karakter. Aldus kunnen enkelingen hun krachten verenigen voor het verwezenlijken van doeleinden die een persoonlijke actie niet zou kunnen bereiken. Er bestaan ook sportmaatschappijen gesticht door groepen van mensen die eenvoudig een geliefkoosd sport samen willen beoefenen. Er zijn liefdadigheidsmaatschappijen en groeperingen voor onderling hulpbetoon. En eindelijk nog zijn er verenigingen die alleen ontspanning bogen en die het goed humeur van het land weerspiegelen. Maatschappijen beantwoorden aan een diepgewortelde behoefte van de mens, zonder onderscheid van ras. Wel dan, die symbolische boom die zoveel tekens van gezondheid vertoont, is geen niet als het ware een beeld van ons democratisch regime. Een regime waarin het parlement dat verkozen wordt door het land de wetgevende macht bezit. Een regime dat de volle ontwikkeling van ieders persoonlijkheid toelaat. Dat aan iedereen het recht geeft van komen en gaan, van denken, geloven, onderwijzen, publiceren, van te vergaderen en zich te verenigen met anderen om sterker te staan. Om al deze vrijheden die onze grondwet waarborgt, werd door onze voorvaderen hardnekkig gestreden. Van het ontstaan der gemeenten af tot aan de omwenteling van 1830 was het één lange strijd. De stadhuizen, de belforten, deze prachtige gebouwen zijn als zoveel bakens op die triomfantelijke weg. In 1914 werd België tegen alle internationale overeenkomsten in overrompeld door een veel sterker buurvolk. Het klein Belgisch leger heeft niet geaarzeld. Het bood dapper weerstand aan de indringer. In 1940 hebben diezelfde Duitsers ons verpletterd onder het juk van een totalitair regime. Een geheim leger werd gevormd in het overrompelde vaderland. Het vocht een verbeten strijd om de geallieerden te helpen onze onafhankelijkheid en met haar de vrijheid terug te winnen. Maar alle rechten veronderstellen plichten. De plicht bij de verkiezingen door zijn stem de mannen te kiezen die het bekwaam zijn om het land te besturen. Verder de plicht belastingen te betalen. De staat, de provincies, de gemeenten hebben geld nodig om in het belang van allen openbare diensten in te richten. Zoals de steun aan de zieken en bejaarde lieden,
het onderhoud van de wegen, de bescherming van goederen en personen, het inrichten van scholen en musea. De verdediging van het land dient eveneens verzekerd. Daaruit volgt de militaire dienstplicht. Onze vrijheden zijn te kostbaar om ze onverdedigd te laten. De geschiedenis heeft bewezen dat men ze met waakzaamheid moet omringen. Vrijheden die Vlamingen en Walen zo nauw aan het hart liggen. Op haar is ons geluk gegrondvest. Laten we haar ongerept behouden zoals onze grondwet ze bepaald heeft. Ze zijn ons duurbaarste goed.